Hallo allemaal en welkom nog een keer op een gaming stream. Ik ben even alles in orde aan het brengen. Voilà, dat ik ook alles kan meevolgen, ook wat op de chat gebeurt, op Discord. En ik heb ook de multichat aan en deze keer horen jullie mij wel. De vorige video is verwijderd, dus we gaan vanaf 0 terug herbeginnen. Dus kijk, delete, yes. Dus create nieuw profiel. Dan gaan we dat zeker doen. Fuck. Mijn pijltoets vliegt er in één keer uit mijn toetsenbord. Dat is niet de bedoeling. Die heb ik nodig om te kunnen racen. Oké. Voilà. Normaal. Single player start creëer. Oh, wacht hè. Escape. En een andere kleurke. Deze kleur. Ja, deze is mooi. Oké. We gaan dus eerst de brons helemaal uitspelen uit deze, op deze livestream. Dus welkom allemaal. En voor later, voor op... Voilà, we zijn live. Maar mijn sound ga ik toch nog iets stiller zetten. Hoi BRNT, normaal gezien moet je mij nu wel horen, klopt dat? Ah, voilà, dat is dan ook weer al te goed ingesteld. Allee, dan gaan we gauw alle bronzen tracks even op code zetten. Als ik hier voorbij mag. Holy shit. Voilà, ik ben al tweede. Alles goed, BRNT. Dus wat is eigenlijk de bedoeling? Ik ga dus op singleplayer mode alles proberen op code te zetten. En dan zo naar Flatout 2 gaan en dan Flatout 3. En dan Flatout 4 moet ik nog gaan aanschaffen. En die wil ik voor jullie allemaal gaan uitspelen. Terwijl ik ook met jullie bezig kan zijn met de chat of zo. Weet iemand hier de Camview? Okay. Ik ben al de eerste. Bij de eerste ronde ben ik eerste. Heel goed, dames en heren. Hij pakt heel mooi de bochten. Voilà, mijn Nitro is nu heel vol. Nu ben ik aan het vliegen, hè. Oh, een mooie jump. Een hele mooie jump. Een paar barrels meenemen. Hier opnieuw wat barrels meenemen. Voilà. Ik heb toch al wat voorsprong genoeg. Kunnen opbouwen. Hier stond er ook een plaat, die gaan we nog meenemen. Woppa!
Voilà, nog altijd de eerste. Kan ons wat funnen, hè. In de track. Dit is de allereerste track. En ik zal de allereerste. Holy shit. Ziet mijn wagen er al uit. Dat ziet er toch niet uit, hè. Wow, weer een hele mooie jump. Nu zijn het de allerlaatste bochten richting de finish toe. Nu gaan we een hele scherpe draai tegen de moed en dan zijn we er. Wow, weet je hoeveel voorsprong dat ik heb opgebouwd? Dat wil ik wel eens weten. Finish. Amai, 10 seconden later. 10 seconden later. 10 seconden op voorsprong kunnen gaan. But damn. Tuning al, track energy, track erbij. Yep. Dat ik weer al wat sneller kan gaan. Voilà. Go race bronze. Dan de tweede. Vincely. Fortest of Forest. Dat is ook met zand. Wat had ik, ja, altijd zo tussen de auto's al in beginnen. Holy shit, man. Oh, ziet dat er zich eens aan. Allemaal zo gefring. Oké, ik ben dan door. Nu op naar het plaats nummer 1 gaan. Oh, dat was dus niet goed afgelopen. Jammer genoeg. Vierde momenteel. Maar mijn slit wel redelijk fel. Moet ik wel eerlijk toegeven. Holy shit, man. Een slechte driver. Nee, ik heb niks meer van Boef gehoord. Voordat hij echt heel graag terugkomt. Echt heel graag. En ik maak me zorgen. Oh, fucking hell. Sta ik bijna laatste. En dan ga ik hier weer halen. De buiten. Oh mannetjes, mannetjes, mannetjes. En we zijn nog maar de tweede ronde bezig, hè mensen. En ik sta laatste. Is niet goed. Voorlaatste nu. Ik heb weer een hele goede gekozen om mee te racen. Ooit te kennen. Ze rijden wel nog allemaal goed samen, dat is heel goed. Ja, ja, ja. Nee, ik ga helemaal alles opnieuw beginnen. Sorry. Ik vond dat ik echt heel slecht bezig was al. Echt heel, heel, heel slecht. Sorry. Vier rondes, heel snelle rondes. Ga ik proberen te leggen. En nu niet meer te crashen. Oh, ik haat dat, hè. Ze mij zo aan de kant duwen. Dan kun je hier nog niet eens voorbij steken. Oké. Derde.
Dat is al een hele totale andere reis geworden dan de vorige. Nu nog wat proberen in te halen. Tweede. Gaan we naar deze plaats toe. Ja, we gaan naar deze plaats toe nu. En nu proberen te focussen dat ik op deze plaats blijf staan en niet te hard te rijden. Dat ik niet meer al uit de bochten vlieg of zo. Nu ben ik echt heel goed bezig. Ik heb ook nu juist een shortcut genomen. Hier is dat nog een jump. Wee. Goed bezig, dankjewel. Is dit een nieuwe Type Mania? Nee. Dit is Flat Out 1. Dan ga ik Flat Out 2 ook nog volledig proberen uit te spelen in single player mode. Flat Out 3 dan en Flat Out 4. En zo ga ik proberen wat spelletjes in de singleplayer mode uit te spelen samen met jullie natuurlijk. Oh nee, dat gaat fout. Even snel terug vertrekken, of anders ben ik zelfs mijn plaats kwijt. Want ik zag dat de groene bolletjes redelijk dichtbij kwamen. Maar nu zijn ze terug wel redelijk ver. Dan vraag ik ook aan jullie, moet ik hierna ook de bonus levels doen of niet? Nu ga ik de laatste lab in. Ga ik eerst blijven, ja of nee? Soms pak ik ook wel eens risico's, dat ziet je. Dit is gelijk hier. Die was echt heel mooi genomen, vond ik. Echt heel mooi genomen. Kom aan. Nu geen fouten meer maken, want het is nu nog maar een heel klein stukje richting de finish. Bam, wereld nummer 1. Wee! Oh, tjoe, ik dacht dat die tegen mij aan ging rijden. Allee, op naar de volgende. Is er nog iets gezegd op Discord? Oké, brons. Oh, dan hebben we bijna allemaal al gedaan. Dan gaan we eens even kijken bij tune. Tuning. 1500, dat kan ik kopen. Voilà. Dan hebben we nog maar $45. Ik hoop niet dat jullie ook de geluiden hebben van buiten. Ik hoop het niet. Ze zijn hier echt heel zwaar aan het werken. Ja, schatje. Ik hoor je even zien. Ah, ja, mijn schatje is mij via WhatsApp aan het bellen, mensen. Hallo mensen.
Ja, het is alleen BRNT die momenteel aan het kijken is. Live. Oh! Hey BRNT, zeg mijn schat. Momenteel sta ik terug tweede. Ja. BRNT is mijn beste maat, hè? Dat weet ik. Oké. Ja, ik kan je afleiden. Ik moet wel eerst geraken, hè? Ik sta tweede. Ik hou ook van u. En ik sta eerste nu. Oh ja, hoor. Je moet dat vaker zeggen, ik hou van u. Dat zei ik eerste. En nu ben ik nog uit aan het lopen ook nog. Ja? Ja, ik ben wel single player mode bezig. Kom toe, laat me niet naar jou komen. Daarom wel, denk je, eigenlijk. Voor nu al? Ja, het is gewoon weer, ik kom voor hem al. Oké, ja. Van mijn vorige op... Ja. Zeg maar. Ja, vanavond, het is al 12:15, hè. Ja, ik bedoel, om 4 uur mag ik daarmee beginnen. Ah, ja, dan kunnen we niet meer ook gaan wandelen. Nee, daarmee dat ik... Jawel. Ik mag dan pas om 4 uur mee beginnen, want als ik om 5 uur begin, is ook niet erg. Ah, oké. Okay. En ja mensen, ik zit nog altijd eerst op laatste rij terwijl ik met mijn schat aan het bellen ben. Wat liefst? Mensen, even gaan kijken hoe lang ik al live ben. Ik ben nu 17 minuten live. Ik ga nog een kwartiertje doen. Cool? En dan kom ik. Ja, je mag staan, maar ik moet dan wat zeggen en zo kan het dan maken. Ah, oké. Okay. Oké, dat is goed. Tot zometeen. Yo. Zie dat, ik gaf nu een kus en ik zit tegen een fucking dingen aan. En ze zijn nu dichterbij aan het komen. Ze zijn heel dichterbij aan het komen nu. Oei, ik moet heel echt gaan oppassen, want het is de laatste ronde. En jawel, ik eindig nog eerst. Ik heb hem. En altijd hè, in een livestream of tijdens als ik iets even aan het opnemen, dus zo timeslapjes, zoals ik onderbaan ben, dan stort mijn schat. Dus wij moeten er nog 6 doen. Voilà, dan gaan we dat gewoon doen. Hè. Ik sta al eerste. Ik ben nu al weg aan het rijden. Oeh, zag je dat ik zat bijna op mijn kant? Hier heb je dan die houtblokken. Ziet je? Echt heel mooi genomen, Dimitri. En nu is het terug richting de finish.
Voilà, ronde nummer 2 nu. Dat gaat hier goed, hè, mensen. Dat gaat hier echt super goed, mensen. Dit gaat echt super goed. Derde ronde van de 4. Ik sta nog altijd eerste. Excuseer. Ja, ik zat even in problemen. Ik zat heel eventjes in de problemen. En ziet die Psycho maar doen. Ops, staat er hier wat kantjes afsnijden. Dat ik met volle speed daardoor kan blijven gaan. Echt professioneel, hè, ben ik nu. Nu de laatste ronde. Als dat niet mooi genomen is allemaal, dan weet ik het ook niet, hè. Nu nog de rechte lijn naar de finish toe. Nu mag er echt niks meer verkeerd lopen. En voilà, eerste plaats. Woehoe. En hoeveel op de tweede plaats voorsprong? Bijna 10 seconden, 9 seconden. Dit is de laatste race en dan ga ik weer al mijn auto upgraden. Voilà, die even aan de kant geduwd, dat ik eerst kan gaan. Wel lame. Maar soms moet je het ook zo doen. Hoeveel laps zijn hier? 5 laps. Oké dan. Dat dan zo'n kleine parcours is ofzo. Die is echt heel mooi genomen. Toch echt professioneel bezig, hè, mensen, of niet? Wee! Wee!
Wee. Oké, hier draaien. Amai. Ik kom echt niemand meer tegen, hè. Hoeveel zal ik hier hebben kunnen uithalen? Meer dan 10 seconden of niet? Ik denk het wel. Ik denk dat ze nog wel kan dubbelen hoor. Ik denk dat ik ze nog wel kan dubbelen. Sommigen hè. Echt heel snel bezig. En ik heb continu bijna mijn voorste pijl altijd in. Nee, daar gaan we echt niet op wachten hoeveel voorsprong dat ik heb. Echt niet, want dat is er redelijk veel. Hoppa, eerste plaats. Nee, daar gaan we niet op wachten. Wereld 1000, dankjewel. En ik heb gezegd dat dat de laatste race was, dus ik ga nu een upgrading doen. Voilà. En nu proberen we weer al eerste te zijn, dus dan heb ik bijna alles goud. En ik start aan de buitenkant, dat is heel goed. Holy shit! Nu nog terugkomen. Dat gaat lukken. Oh, leuk. Oké. Ik ben terug vertrokken. Hier heb je toch wel een paar probleempjes, mensen. In het grasbak, zandbak. Dit gaat nooit goed vooruit. Voilà, we zijn al in de tweede lap. Ik ben nog altijd de eerste, dat is cool. Oeps. Ja, sorry dat ik zo stil ben, want ik ben helemaal goed geconcentreerd bezig. Ik sta momenteel nog altijd eerste.
En dat zal ook zo blijven. Maar er zijn wel twee groene heel dichtbij mij. Even voorsprong op creëren. Gewoon de hoeken echt af, hè. Jammer, als je zo geen jump maakt, was zodat je ook nitro kunt bijkrijgen. Jammer. Nu gaan we naar de 4 van de 4. Ja, 4 van de 4 en we staan nog altijd de eerste. Een hele mooie bocht neem ik toch wel. Zo goed mogelijk snij ik de bochten ook af, als het kan. Hier zijn we heel dicht bij de lijn. Sorry, hier ga ik over. En dan up, de laatste bochten voor de finish. Ja. Voilà, weer wel eerst, hè. Oh, wat doe ik het toch goed, hè, mensen. Altijd first place. Allee, we hebben weer een reeks af. Yay. Nu de laatste reeks. Voilà, ik ben al eerst, hè. En ik ben er weg. Zit die rode puntje maar eens voorsprong nemen, man, in de, op de map. Echt waar, man. Zit die maar eens voorsprong nemen. Oh, ho, ho. Was die toch bezig, man. Wat is die rode puntje toch bezig? Weten jullie dat? Ik niet. Jawel, proberen te winnen natuurlijk. Logisch. Oh, oh, ja, daar wist ik dat dat ging gebeuren. Ondertussen kunnen ze mij een klein beetje inhalen. Zeg, haal mijn kaboos eraf, dank u. Dan had ik wel even een crashje gemaakt. Hier opnieuw. Oei, 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 oei. Tweede, derde, vierde. Oh, ho, 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 ho. Vierde. Dan gaan we dat proberen toch weg te werken. En nu probeert de computer wel eerste te blijven, hè. Logisch. Voilà, eerste terug. Hoe het ook moet.
En nu geen fouten meer maken, Dimitri. Geen fouten. We zijn heel dicht bij die finish, dus één klein foutje kan al fataal zijn en mijn auto is zo wat aan het slingeren. Oeh, dat scheelt niet veel. Dat scheelt echt niet veel. Oh, 40 honderdste. Damn you. En een crease of woodland gaan we nu doen. 3 laps natuurlijk. Probeer altijd zo laat mogelijk te remmen. Bij het eerste gedeelte waar alle auto's bij zijn. Waarom? Dan kan ik voorsprong opbouwen. Oh, hier staat nog een uitgebrande auto of zo. Ik weet niet wat dat was. Een verroeste auto. Oh, hier moeten we naar die kant. Oké. Oh, dan zijn we al bij de finish. Nog 2 laps te gaan. We gaan al de laatste ronden al in. Het zijn wel korte rondes van 50 secondjes, maar oh. En hier zit ik weer al tegen. Dat ik weer al te snel rijd. Zie die Cycle TV maar eens doen, mensen. Een hele mooie drift. Opnieuw een mooie drift. Driften nu. Goed zo. Long drift. Finish. Voilà. In de tribune. Zo parkeer ik altijd bij de auto. Dan gaan we over naar de allerlaatste voor deze stream. Oh. Ik hoor jullie het al zeggen. Oh. Hier zijn nog de laatste 3 rondes. Ze zijn nu ingegaan hier op Cycle TV. Vergeet mij zeker niet te volgen, te liken, noem maar op. Vertel deze dat er ook een hele leuke streams altijd zijn op Cycle TV tussen aan uw vrienden en familie. Dat ze ook mee kunnen genieten. Aan de kant, kijk. Jij rijdt mee in de baan.
En nog altijd met de eerste ronde bezig. Oh. Een minuut 10 al. Minuut 15, 16, 17, 18, 19, 20. Een minuut 20. Damn. Voor één keer een rondje te rijden. Toch weer goed vooraan. Lekker racen, vroom, vroom. Zeker dat, BRNT. En geen fouten proberen te maken. En mij niet laten afleiden, want ik ben nu nummer 1 aan het rijden. Oh, mooi, mooi, mooi. Ja, mooi in de struiken. Mooi bochtje. Dan hier helemaal naar onder terug. Oh, oh, oh. Ze zijn bij mij hoor. Ze zijn bij mij hoor. Ik voel de hete adem van mijn tegenstanders in mijn rug. Om in de kofferbak. Ik ga direct lezen, BRNT, want ik ben bijna bij de finish. Is dat uw boeleke waarmee je rijdt? Yep. Ja, bedoel van een gamer. Maar niet een deck. Oh jawel, mooi, mooi, mooi. Op 4 minuten tijd, 4 rondes, 3 rondes kunnen doen, dat is ook echt heel mooi. Oeh, was een afketser. Yes, eerste plaats, damn you. You have completed the bronze class and the road to upper class as begin. For winning the bronze class, you are awarded to grand prize $4,000. Thank you. En nu ga ik de livestream beëindigen. Volgende keer gaan we natuurlijk zilver doen. Dan zo naar gouden. En bij zilver, je ziet het, dat zijn er niet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tracks. En dan gaan jullie het echt heel leuk vinden. Dus. Dan weten jullie dat. Oh, waarom wil je dus nu niet werken? Hè? Mijn alert board wil niet werken. Oké. Okay. Of we gaan nog één reisje doen. Ja, we gaan nog één reisje doen. Deze is al een preview voor de volgende stream. Op Ace. Wauw. Dit is veel moeilijker om te rijden.
Oh nee, mij niet aan de kant duw, kom aan. Laat me dan door. Ja, ah ja, hier moet ik wel vroeger remmen dan op zand. Moet ik wel langs hier. Oh my. Ik heb me eigenlijk precies binnen doorgereden. Ho, 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 ho. Even terug op baan komen. Tweede plaats, derde plaats. Momenteel. Rijden twee voor mij. Maar ik ga toch mijn shortcut zelfs nemen. Dan sta ik terug eerst. Als het mij lukt. Wee. Hier was die shortcut. Holy shit, dat niet. Oh, want ik draaide echt helemaal weg. Oh, verdomme, nee. Ik ga het ook nog één keer proberen. Dan hebben we toch een streamje gehad van de bijna toch 50 minuten. Dus dat is toch ook wel mooi, ja. Nu begint het zo te duwen, te wringen, noem maar op, voor overal erdoor te geraken. Ik ben momenteel vijfde. Soms zeg ik wel, uw turbo is nodig, man. Nee, mij niet tegen de kant duwen. Not funny. Not funny. Not funny. Op het tand gemaakt, die bosjes en al. Dat was wel een hele mooie bocht genomen. En nee, oh jong, eerst een en of zijn zij en dan krijg ik er nog niet voorbij. Even aan de kant geduwd. Ik wil door. Yes, eerste. Maar ik ben nog niet aan de laatste lap, hè mensen. Ik ben nog niet aan de laatste lap. En ik ben op ijs, ben ik echt slecht. Dat geef ik eerlijk toe. Ja, ik ben ook blij dat de chat nu eindelijk de goede weg heeft op mijn livestream. Tweede, eerste, tweede, eerste, tweede, eerste. En dit is de laatste ronde. Dus nog niet de laatste rechte lijn naar de finish toe, per geluk.
Dan de shortcut. Voilà, de shortcut genomen. Hier is ook een shortcut. Spam this B to help Dimitri. Spam this B to help Dimitri. Spam this B to help Dimitri. Hey, niet zo spammen nou in de stream. Ik ga toch nog eentje doen. Voilà, ja, en mijn schatje belt weer. Ja, schatje. Ja, die komt hier zo om, hè. Ja, jij hebt mij ook niet laten weten als ik mag komen of niet? Jawel, ik heb je wel laten weten. Je mag komen wandelen, ben je er bijna? Oei, oké. Dus mensen, hier stop ik mee. Ik zie jullie allemaal straks terug. Dus tot de volgende. Yo.